Hallo mensen van de gasten en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Rick en vandaag hebben we heel wat nieuws. Nou, en wat het nieuws dan is, zullen jullie vast wel denken van, ja, dat is een goeie. Maar het nieuws, dat is dat we een nieuwe serie hebben en dat is... My Nation. Ja mensen, ik zit ook op My Nation. En ja, My Nation is eigenlijk al een tijd open, maar ik dacht... Ja, nu ga ik er pas video's van maken, want ik denk dat het best leuk kan worden. Ik ga eerst even wat vertellen en dat is namelijk... Eerst was ik bouwen level 13, dus ik heb dit allemaal nog gebouwd, nou, behalve de farm hier ook. En ja, bouwen vond ik niet meer leuk worden, dus toen dacht ik, nou, dan neem ik een beroepswitch. Nou, die beroepswitch heb ik genomen en nou ben ik houthakker. Level 13, terwijl ik eerst houthakker level 7 werd. En ja, opeens was ik bouwer level 13. Nou, moet je nagaan hoe hard ik lekker genolived heb. Dus, ja, ik wil graag een beetje doorgaan met nolive en zo een beetje verzamelen in mijn inventory. Nou, in ieder geval, ik ben houthakker level 13. Ik had veel hoger kunnen zijn, maar ja, dat komt voornamelijk omdat die beroepswitch. Maar deze bomen kan ik allemaal hakken. En die hele hoge boom. En die boom. Bij Slash Team Manager kan je de teamleden zien. De team control. Dus dan zie je dat ik al gelijk de leider ben van het team. Team info. En de team package. Dus als je bijvoorbeeld een booster, volgens mij is dat. Nou, bij teamleden zie je mij, Just Rick, houthakker level 13. Dan zie je Deadly Tie, Mijnwerker. Bouwer, nou dat is dus tot nu toe de bouwer, zo level 10, nice. RG Poro, level 9 boer. En dit is Luc houthakker level 5. Nou ja, ik ben veel meer actief dan Luc. Dus ja, ik level ook het snelste hier ook. Hij kan de spruceboom nog eens ommaken, dus moet je nagaan. Ik ga hem pesten. Oh, dan groeit nog een boom. Oh, dan ga ik deze even lekker ommaken. Maar ja, mijn taak is dus gewoon om lekker hout te hakken en de logs naar planks te zetten. En ja, op zich hout hakken vind ik veel leuker dan bouwen, want je hebt twee dingen tegelijk te doen. Je hebt het niet heel erg extreem druk. Maar ja, je ziet ook dat we 9 chunks hebben. We hebben 10 chunks, maar we gaan een chunk claimen. Maar dan moet eerst zeg maar daarachter helemaal de andere kant van het eiland. Ja, daar zijn een paar random chunks geclaimd. En daar wordt nog niks mee gedaan. Dus ja, daar moeten we even snel achteraan gaan. Zodat die chunks weggaan. Zodat we daarop kunnen claimen zo. Zo. Maar ik ben niet de enigste team op dit eiland. Want wij... Kijk, ik ben zeg maar gewoon leider van dit team. Maar de echte paals die zit daar achter die berg. Ja, daar kunnen we straks op zich ook even kijken. Eerst ga ik deze boom dan even ommaken. En daarna kijken we wel even. Maar ja, ik ga dus ook My Nation op YouTube uploaden. Dus vinden jullie dit leuk, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En ja, hopelijk worden alle andere afleveringen ook super vet. Ik hoop natuurlijk zelf van wel. Oké, de boom is al omgehakt. Dus ja, het kost niet heel veel werk. Even de saplings oppakken. Ja, eigenlijk hoef ik die geen eens meer op te pakken, want we hebben er echt genoeg. Oké, ik heb ook een torch in mijn handen, want anders wordt het zo donker zoals nu. En dan zien jullie helemaal niks. Dus ja, we gaan maar even snel naar het andere team om te kijken of er iemand online is. En dan kunnen we dat ook even laten zien. Nou, als jullie goed kijken, zien jullie er al een muur. Nou, dat is niet zo heel lastig om te zien. Want ja, het is gewoon een hele stevige muur. Echt heel stevig. Met allemaal kobbel en hout en nogal laag. Ook logs. En ja, we moeten alleen even kijken, is er iemand? Ja. Er zijn heel veel mensen. Hey. Zien ze het? Lars, Trilias. Oh, ik loop wel om. Oké, ja, wat nou als ik via hier omloop? Zodat ze dan via het water mijn chat wel zien. Oké, hey. Oh ja, hier zien ze het. Lars. Is Lars hier een houthakker? Oh, dat wist ik niet. Mag ik binnen kijken? Ik mag vast wel binnen kijken. Oh, ze gaan hier ook uitbreiden. Of is dit een boom?
Hey Trilias, hey. Hoi. Oké. Dit is in ieder geval hun basis. Ja, hier hebben ze gewoon een muur. Hier de hele loopgang waarschijnlijk. Dit blokje moet nog gefixt worden. Ja, dat ziet er niet goed uit. Oké. Sorry Tim. Ja, ik weet dat je er niet bent, dus hè. Ja. Is er wat? Nee, dat zie ik dat de bouwer er niks aan doet. Oh, hier beginnen ze ook al aan de mine. Nice. Oh, ze hebben wel heel veel fijns. 5-3. Oh, dan moet je niet invallen. Maar in ieder geval, dit is dan zeg maar hun basis. Hieronder hebben ze een... Varkens. Dat wist ik niet. En hier hadden ze... Oh, daar kan ik naar niet kijken, want er zit nou geen opening. Maar hier was een farm op het hele begin. Maar nou is dat blijkbaar iets anders geworden. Nou, als we hier naar boven gaan, dan hebben we de bomenfarm hier ook. Ja, hier de bomenfarm. En dan hebben ze hier allemaal kisten. Hier hebben ze een hele lange farm, echt heel groot. Bijvoorbeeld, kijk, hier. Oh, hier kan ik niet op. Maar dit is één laag. Dit is één laag van de farm met de kist waar ze alles in kunnen doen. Dit is een laag voor een hele boer. Een boer. Ja, die kan niet echt levelen. En dan gaan we nog eentje naar boven. Hebben we hier nog een laag. Allemaal voor de boeren. En dan heb je hier gewoon een muur. Dus hier zou je later gewoon tussendoor kunnen lopen of zo. Wat is dit? Dit heb ik nog niet gezien. Pas op, hier waakt Bertha. Oh, hier gaan ze een dierenhok maken. Dat is wel nice hoor. En dit gaan ze nog even opvullen met dirt. Ja, hier hebben ze nog heel veel bomen. Heel veel bomen, heel veel, heel veel, heel veel. Nou, hier zie je Lars. Hij ziet me niet, haha. En ja, als dit af is hoor, zo, dan is het echt een basis. Dat wil je niet weten. Ja, kijk, dit is dus de bomenfarm. Driedubbele farm. Ingang. De mine zit daarachter. Oftewel, het is echt insane hoeveel logs er zo hierin zitten. Moet je nagaan. En ja, er is eigenlijk een XP booster. Dus ja, ik wil er eigenlijk nog wel even gebruik van maken, eerlijk gezegd. Ik ga weer. Nou, ik spring wel vanaf de muur. Ik heb gezegd dat ik geen. Oh, nee, ik ga hier nog niet. Toch wel. Want ik kan daar niet verder. Nou, zoals je ziet op de map zijn we roze. Dus dat betekent dat we. Hoe heet dat nou? Slash team. Bondgenoten. Ja, we zijn bondgenoten. Precies dat. En ja, dan kunnen we dichter bij elkaar claimen en zo. En ja, die boom moet echt nog een keer weg. Maar dat ga ik nou niet doen, want ik moet zo meteen eten. En ja, als ik dan ga eten en ik log uit, dan stort je hele boom in. Misschien op de farm. En als die farm instort, ja, dan heb je een probleem. Dus nou ga ik eigenlijk eerst even onze basis laten zien. Ik weet echt geen flauw idee waarom ik eigenlijk eerst hun basis liet zien. Maar ja, dit is dus onze farm. Heel groot. Maar nog lang niet zo groot als die van hun erachter. Als we hier naar binnen gaan. We hebben hier nog een hokje zo. We hebben hier nog een paar kisten. En een smidsplekje. Maar we hebben hier nou geen smid. Dus al die anvils die staan hier niks voor niks. Oh, wow. Hier hebben we ook nog allemaal axes in zitten. Nou, ik neem er eentje mee. Je weet maar nooit. Er zit nog een anvil in, ovens, kool. Oh, dat kunnen we aan het andere team geven, want dat hebben we hier helemaal niet nodig. Nou, dit zal ik even in de kist hierboven doen, zometeen. Ja, en nou begon het hier heel groot te worden, want hier hebben we een hele mine, hele steengroeven. En we willen niet dat die instort. Oh, ze bouwen met spruce, nice. Dus we hebben het heel dicht aan elkaar gemaakt, zodat ze zeker weten dat het extra stevig is. Misschien als het niet echt heel stevig is, bijvoorbeeld als dit en dit en dit en dit. Dus de bouwer moet echt even online komen. Want anders ja, dan stort alles echt gelijk in. Oké, mensen, dan is dit het einde van de video. En dan zal ik tegen jullie zeggen: doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal hier beneden. En laat een toffe reactie achter. Of als jij nog tips hebt of zo om lekker snel te levelen als houthakker. Ja, en ideeën om misschien nog te doen in My Nation. En dan, ja, dan zien we jullie de volgende keer weer. Later, mensen.